Hoi, het is super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik weer een Action Shop Blog voor jullie. Ik was namelijk weer ergens waar een Action zat en ik had weer wat spullen nodig. En ik dacht, nou laat ik het dan ook gewoon gelijk maar doen, want ja, nu ben ik er. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is niet superveel wat ik heb gekocht. Maar ik vind het toch altijd gewoon heel erg leuk om daar een shoplog van op te nemen. Ik vind het zelf superleuk om Action Shoplogs te kijken van andere YouTubers. En ik vind het ook altijd wel leuk om ja, zelf te maken. En volgens mij vinden jullie het ook wel leuk. Er zit er wel een kleine mededeling aan deze video. En dat is, ik heb deze video eigenlijk al opgenomen. Althans, dat had ik gedaan. En toen kwam ik tot de conclusie dat er beelden zijn verdwenen. Dat betekent dat ik deze video dus opnieuw moest opnemen. Maar ik had dus ook al een aantal producten gebruikt die ik heb gekocht. Die beelden die heb ik nog wel. En die ga ik ook in deze video neerzetten, zeg maar. Maar daar zie ik er dus wel anders op uit als dat ik er nu uitzie. Omdat die dus al zijn opgenomen. Maar dan zien jullie tenminste wel alles wat ik heb gekocht. Dus ja, mocht je dat opvallen, ja, dan weet je even hoe dat komt. Ik zal de prijzen van de producten even in beeld neerzetten. Dat vind ik zelf gewoon handiger. En ja, mocht je benieuwd zijn naar de spulletjes die ik bij de Action kocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Al ga ik nu wel even beginnen met twee producten die niet bij de Action vandaan komen, maar die ik al ja, nodig had en eigenlijk al een tijdje wilde hebben. En dit zijn dingen voor mijn katten. Allereerst kocht ik even een vlooienkammetje. Dat is deze. Dit is gewoon een vlooienkammetje. En je hebt vlooienkammetjes altijd in verschillende varianten. Je hebt gewoon zo'n heel plastic kammetje met aan twee kanten, zeg maar, tandjes. Maar je hebt ook deze. Deze heb ik ook altijd gehad. Aangezien mijn vlooienkammetjes nog niet gevonden zijn, nog ergens boven in een doos zitten en ik nog niet de zin heb gehad om daarin te gaan kijken, dacht ik, ik moet wel eventjes een nieuwe hebben. Want mijn katten die waren best wel aan het krappen. En het viel best wel mee wat de prijs was van dit vlooienkammetje. En in vergelijking bij andere dierenwinkels, of gewoon die winkels, was deze gewoon goedkoper. Dus ik dacht, ik haal eventjes een vlooienkammetje. En dan haalde ik dus nog iets voor mijn katten. En dat is een uitloopmat. En dit is een matje. Die leg je voor de kattenbak neer. Hij heeft deze vorm. Als je mijn vlogs volgt, zul je hem gegarandeerd nog een keer voorbij zien komen. Als deze video online komt, heb ik hem al laten zien in mijn afgelopen week vlog. Maar dit is dus een matje die je voor de kattenbak legt. Ik heb een kattenbak die heeft binnenin een soort roosetje. En daar kun je voor kiezen om in de kattenbak te leggen. En ook voor de kattenbak. Alleen voor de kattenbak, dat heeft totaal geen zin. Want er zitten kleine gaatjes in. Dus de gritjes gaan er nog doorheen. En met dit matje hoop ik dat het iets schoner blijft rondom de kattenbak. Er staat ook echt bij: verhoogde hygiëne rondom de kattenbak. En het is geschikt voor elk formaat van de kattenbak. Dit matje is 60 bij 45. Ik heb een roze kattenbak. En uiteraard heb ik ook een roze matje gekozen. En volgens mij past dit matje ook nog bij het matje wat ik onder mijn drinkbakje heb staan van de katten. En ja, aangezien ik allemaal vrouwelijke katten heb, ik gezellig met hun alleen wel, dacht ik, we gaan gewoon voor roze. Je had hem ook in andere kleurtjes, maar uiteraard vond ik roze gewoon mooi in. Ja, dit is gewoon een handige oplossing, hoop ik, voor mijn kattenbak. Dan ga ik door naar de spulletjes van de Action. En allereerst kocht ik weer eventjes houtvezel. Deze komt in elke shoplog van de Action bij mij vaak terug, omdat ik een konijn heb en dit houtvezel bij de Action altijd super goedkoop is. En ik heb aan één verpakking, gaat ook gewoon echt in de konijnenbak, dus ik ben er ook in één keer doorheen. Maar ik hoef maar om de week te verschonen, dus op zich is dat wel dikke prima. En ik was nu bij de Action en dacht, ja, ik heb het nodig, dus laat ik het gewoon meenemen. En ja, dit werkt gewoon eigenlijk prima. Het is ja, niet bijzonder, maar houtvezel. Dan haalde ik nog iets voor mijn konijnen en dat is konijnenvoer. De verpakking is vernieuwd. Voorheen was het alleen voor konijnen. Dit is voor cavia's en voor konijnen. Maar mijn konijn vindt het voer gewoon super lekker. Die vindt het haast nog lekkerder als het voer wat ik in de supermarkt haal. En hier zitten ook gewoon de vitamines in. Er zit C in, A en D3, zie ik hier staan. Ja, dat de verpakking wat vernieuwd is,
weet ik niet of het nog dezelfde voer is. Ik ga er wel van uit. Er zit 1 kilo in, dus het is niet een hele grote zak. Maar je betaalt ook echt super weinig voor dit voer. Ja, en als mijn konijn het super lekker vindt en ik ben bij de Action, ja, waarom zou ik het dan niet meenemen? Want mijn konijn wordt gewoon, ja, die vindt dit bijna een van de lekkerste voersoorten die er is. Dus ja, eventjes konijnvoer. Ik kocht deze bak. En dit is een bak waar je je voer in kunt doen voor je huisdieren. En je hebt deze in katten en in een hondenvariant. En ik heb uiteraard voor de katten gekozen. Want ik wil hem ook voor het katteneten gaan gebruiken. En dan erbij, ik heb helemaal geen hond. Dit is gewoon met zo'n deksel. Dit is vaak niet zo heel stevig. En hier kun je dus gewoon je kattenvoer in doen. Ik had altijd al zo'n bak. En die van mij, die was echt aan vervanging toe. Die was heel erg kapot. Want ook dit had losgelaten, zeg maar, het handvat. Waardoor ik hem ook niet echt meer fijn kon vasthouden. En de deksel was dus ook al gebroken. En hij was ook al zo oud dat hij ook niet echt heel erg schoon meer werd. Ik heb hem geprobeerd schoon te maken. Nou, dat werd er niet. Dus ik dacht, ik haal gewoon eventjes een nieuwe. Dan hebben ze weer een, ja, mooie nieuwe bak. Ja. Waar gewoon het voer weer in kan. Dat vind ik zelf gewoon heel prettig. En ik vind hem ook gewoon super leuk met de kat erop. Dan even de spullen waarvoor ik eigenlijk expliciet naar de Action ging. En dat was weer voor wasmiddel. Mijn wasmiddel was bijna op. En ik koop eigenlijk altijd Robijn. En ik koop dit altijd bij de Action. En ik ging allereerst weer even voor een wit exemplaar. Ik koop altijd Robijn. En hier zit wel minder in als dat je hem in de supermarkt zou kopen. Maar je betaalt ook zo weinig dat me dat eigenlijk niet zo heel erg veel interesseert. Er zitten geen wasbolletjes op, moet ik zeggen. Dat is misschien wel een beetje lastig. Maar nou ja, ik heb er zelf genoeg. En ik kan hem ook gewoon in het bakje doen van de wasmachine. Dus voor de witte was. Eentje voor de zwarte was. En eentje voor de gekleurde was. Niet alles was al bijna op, maar ik dacht, nu ben ik er. Dan heb ik gewoon voor alles weer een backup. En ik haalde ook even een wasverzachter van Robijn. En ik heb in de Orange Rush genomen. En hier zit 750 ml in. Ik weet niet hoeveel er in de supermarktvariant zit. Maar goed, dat maakt niet uit. Voor de prijs wil ik dit zeker wel meenemen. En dan doe ik er maar iets korter mee. Dus eventjes deze belangrijke spullen voor mij die ik echt nodig had. Dan nog even een ding wat ik elke keer bij de Action vergat. Ik ben echt de laatste tijd best regelmatig naar de Action geweest. En elke keer kwam ik thuis en dacht ik, chips, ik ben het weer vergeten. En dat zijn deze vlogsticks. Dit zijn de 2-in-1 sticks. Ja, als je gegeten hebt en je wil nog wel eens wat in je, achter je, in je gebit blijven zitten, dan zijn dit hele handige sticks. Het is een 2-in-1 product, want je kunt het gewoon, zeg maar, hier. Dit hiermee kun je een soort van flossen en dit achterkantje kun je ook gebruiken om iets tussen je tanden te verwijderen. Ik vind flosdraad en tandenstokers vind ik allemaal niks. Want flosdraad, daar heb ik gewoon een angst voor ontwikkeld sinds ik al kind ben. Dat vond ik zo vreselijk. En tandenstokers, die passen gewoon weg niet tussen mijn gebit. Dus deze flossticks zijn prima. Je hebt dus 60, dus die heb ik tenminste ook weer. En ik haalde ook gelijk even een mondwater. En ja, ik vind dit gewoon altijd heel erg fijn. Gewoon na tandenpoetsen om dit eventjes te gebruiken. Het is gewoon lekker fris. En het is ook een 3-in-1 product. Want het is een antiplak, een antibacterieel en een fluoride. Dan weet ik niet of het allemaal echt werkt. Of dat het echt doet wat het belooft. Maar het is gewoon meer dat ik een nog frisser... hoe zal ik dat eens noemen? Een frissere adem heb. Gewoon omdat ik het zelf heel fijn vind. Vooral voor het slapen. Dan gebruik ik dit heel erg graag. Dan een aantal feestartikelen, want als deze video online komt ben ik jarig en ik dacht, ja, hey, een beetje versieringen in huis vind ik best wel leuk. Dus allereerst haal ik eventjes ballonnen. Het zijn gewoon 10 metallic ballonnen, zonder tekst, zonder wat dan ook, maar gewoon dikke prima. Deze haal ik volgens mij elk jaar, die metallic ballonnen, omdat ze en heel goedkoop zijn en ze ja, zijn gewoon prima. Dus dat zijn deze en dan haal ik ook weer even van die opblaasletters. Nou hoop ik dat ik ze zo goed hou. Ik denk het wel. Ik word 27 en ik had vorig jaar had ik van deze ballonnen. En dat vond ik eigenlijk gewoon heel erg leuk staan. Dit zijn folieballonnen en ik heb ze dus in cijfers gekozen. Ze zijn 36 centimeter 14 inch.
En vorig jaar had ik goud en nu kwam ik rosé goud tegen. En ik vond dit wel heel erg leuk. En ik dacht, nou, dat vind ik gewoon leuk als versiering voor mijn verjaardag. Om dat weer op te hangen. Dus deze folieballonnen. Dan haalde ik Lightbox letters. En dit zijn letters, figuren en symbolen. En deze hebben kleur. En dat vond ik wel heel erg leuk. Ze passen niet in deze lightbox, want deze komt niet van de Action, maar ze passen wel in mijn mini lightbox, die wel van de Action komt. Ik vond het gewoon leuk, weet je. Ik zal er even eentje uithalen, dat het gewoon gekleurd is. Dus je hebt nu gewoon gekleurde letters, vind ik gewoon leuk om een beetje af te wisselen. Even kijken hoor, wat zit er? Zal eens even kijken wat er eigenlijk bij zit. Je had ze ook in het zwart overigens, maar ik vond de kleur gewoon heel erg leuk. Dit zijn letters. Dan heb ik hier ook nog letters en symbolen. Nou ja, ik kan het nu niet super goed laten zien, omdat er het allemaal nog vast zit. Maar dit zit er dus in en dat vind ik wel heel erg leuk. Dus ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Misschien dat ze in de grote lightbox van de Action gewoon ook wel passen. Maar ja, omdat ik die dus niet heb. Deze lightbox die ik hier achter me heb staan, die komt van de HEMA. Dus daar passen ze gewoon niet in. Maar in de kleine passen ze ook. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Ja, en ze kosten eigenlijk zo weinig dat ik hier gewoon heel blij mee ben. Op de achterkant staat eigenlijk nog eventjes wat er allemaal in zit. Dus superleuk deze lightbox figuren. Dan haalde ik ook nog even 3 make-up producten. En allereerst haalde ik gel nail polish van Max & More. Deze werkt zonder UV-lamp. Ik had namelijk al wel de topcoat gehaald, maar ik had er nog geen kleurtje bij. Ik heb hem in de kleur 401 Cherish. Een soort rood lijkt het. En dit werkt dus zonder UV-lamp. En ik vind het dan wel jammer dat ze zeg maar geen base coat hebben. Maar dat was toen, ze hebben ook nagellak gehad die wel met een lampje moest uitharden. En die had bijvoorbeeld weer geen topcoat, maar wel een base coat. Maar ik ben wel benieuwd of dat dit werkt zonder lamp. En hoe lang dit dan een beetje gaat blijven zitten. Ze hadden in de Action waar ik was 2 kleuren. En ik heb nu eerst eentje meegenomen om te testen of dat wat is. Dan haalde ik ook concealers. En dat zijn deze. En die zag ik hangen. Waarom me eerlijk nog niet opgevallen. Dit zijn gewoon van die concealer sticks in 3 kleuren. Je hebt een pink en die is voor anti-dullness. En die neutraliseert donkere spots. Staat hier dark spots. Dan heb je de gele concealer en die is voor anti-dark circles. Voor onder je ogen, als je daar van die donkere vlekken hebt bijvoorbeeld, is die kleur daarvoor. En de groene is voor anti-redness. En dat is gewoon als je rode plekken hebt, kun je daar groen op smeren. En dat verhult vaak. Ik was gewoon eigenlijk benieuwd of dat deze van de Action ook goed zijn. Ik heb ze al wel eens van andere merken gehad. Maar ja, nu ik deze van bij de Action zag hangen, was ik wel benieuwd of dat dit wat is. Dus die. En het laatste, dat is een liplakker in een metallic kleur. En dit is een lipgloss, denk ik. Met een metallic effect. En ik heb de 363 Gold Rush. Op de verpakking is die best heftig, maar ik ben wel benieuwd of dat dit wat is. Het is een keer heel wat anders en ik hou van uitproberen. Dus ik dacht, ja, gewoon leuk om eens te proberen. En ik weet nog niet of ik dat dit in een video ga laten zien of dat ik op mijn blog hiervoor wat mee ga doen. Mocht jij een idee hebben wat je er graag van zou willen zien, laat het zeker even weten bij de reacties. Van de andere make-up producten van de Action is al gevraagd of ik een first impression video wil maken. Dus denk je van, nou, ik vind het leuk als je deze producten daar ook in verwerkt. Kun je dat natuurlijk altijd eventjes aangeven. En dan het laatste wat ik haalde is even een opvouwbaar tasje. Want ik had maar 1 tasje bij me en dat ging allemaal niet passen. Dus even deze, een heel basic opvouwbaar tasje die je gewoon weer hierin kan steken. Wat meestal niet werkt. Maar hey, we gaan het gewoon proberen. Dan waren dit alle spulletjes die ik weer kocht. Het waren vooral spullen die ik nodig had. En dan is het gewoon fijn als je even naar de Action kan om dit te halen. Ik ga dit zo meteen gewoon gelijk even opruimen. Dan kan ik het allemaal in gebruik gaan nemen. En
Ja, dat vind ik ook altijd wel fijn. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Als je nieuw bent op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Dat vind ik ook heel erg leuk. En dan hoop ik je bij een volgende video eigenlijk weer te zien. Doeg!